Michiel, van harte gefeliciteerd. Want ja, jullie zaak, maquetmakerij Dorgelo, bestaat 175 jaar. Maar er is meer gebeurd. Ja, dat klopt. Ja, sinds gisteren de burgemeester is langs geweest, zijn we ook officieel benoemd tot hofleverancier. Dus dat was een eretitel en daar waren we echt super trots op. Het is een soort erkenning ook voor alle generaties voor ons. Dus we hebben het met z'n zessen uiteindelijk gedaan. Met z'n zessen maak je 175 jaar. En ook met alle personeel erbij. En we zijn een team, dus dat doe je samen. En we waren er ook allemaal. En hij deed het echt heel mooi. En dat was echt een heel trots moment. Ja. Ja, want hofleverancier, dat word je niet zomaar. Nee. Daar komt echt een hele strenge procedure aan vooraf. En dat heeft anderhalf jaar geduurd. En burgemeester en wethouder en die hebben zich ook echt sterk gemaakt voor ons. Dat doe je ook echt samen. Dus dan is het ook heel trots als het dan lukt. Dan is het ook niet alleen voor ons, maar voor iedereen is dat een heel mooi moment geweest. Dus trots. Terecht. Want zoveel bedrijven zijn geen hofleverancier in Nederland. Nee, er zijn er in totaal, hoorden wij 450 in heel Nederland. En in de gemeente Hardenberg zijn er 3. En één van die 3 zit schuin tegenover ons. Dus we zijn met 2 hofleveranciers in de wisseling vertegenwoordigd nu. Dus echt heel mooi. Dus. Maar even terug naar 175 jaar banketbakkerij Dorgelo. Want ja, 1843 hè? Ja, 1843 was het Mannes Dorgelo die begon op Sluis 6. Met een kruideniers- en bakkerswinkel. En toen heeft hij zijn 2 zoons hebben het overgenomen. Daarvan is 1 is op een gegeven moment vertrokken naar het midden van het land. En Albertus die is doorgegaan. Zijn zoon Hermannus heeft het weer overgenomen en die is echt alleen maar brood gaan doen. En nadat hij brood is gaan doen, is mijn opa heeft de overstap gemaakt hier naar de wisseling. En niet alleen de overstap naar de wisseling, maar ook nog van brood naar banket, puur banket. En dat was in 1945. Hè? Dus dat was echt een enorme stap en dat heeft hij aangedurfd en dat heeft alleen maar goed uitgepakt. Die is begonnen met de hazelnoot en inmiddels heeft mijn vader dat zo wereldberoemd in de regio gemaakt. En dan mag ik het voortzetten. Dus dat is echt heel mooi. Hoe mooi kan het zijn? Niet mooi volgens mij, Alfred. Echt, nee. 6 generaties lang. En van vader op zoon. Nog steeds. En ik doe het met een heel team. En het hele team heeft ook voor een deel onder mijn vader heel lang gewerkt. En nu met mij. Ja, het is een familiebedrijf in meerdere opzichten. Iedereen die hier werkt, werkt hier ook al zo lang. We doen het al samen. Dus zoals vandaag is het open dag. En dat doe je ook met z'n allen. En ik zou jongens genieten van. Want weet je, dit maak je 1 keer mee, misschien 2 keer. En laat maar zien dat je het bent. Laat maar zien dat je het doet. Wij staan achter de schermen. En dat is prima. Maar vandaag mag je laten zien wat je doet. En dat jij hier werkt. Dus ik vind dat ook voor hun prachtig. Ja, maar net hoorde ik ook al. Is het zo groot achter de scherm? En maak je een schuimtaart of zo'n lekkere taart zo? Ja, met de hand. En dat blijft. En dan verbazen mensen zich over. Ja, we doen alles nog echt traditioneel. En dat proef je ook wel. Het is niet voor niks. Maar alles gaat nog ouderwets. En alles gaat nog traditioneel. Maar wel op een hele mooie, professionele manier. Dus, en heel groot inderdaad. Heel veel mensen zijn hier nog nooit achter geweest. Het loopt heel diep door. Dus, en de laatste keer was 25 jaar geleden toen we 150 jaar bestonden. Dus de hele generatie maakt het nu voor het eerst mee. En dat is prachtig. Dat je dat kunt delen met iedereen. Met je klanten. Ja, dat is... Ja, leuk. Echt heel leuk. Ja. Ja. En wat de burgemeester zei gisteren, van als de koning in de buurt komt, dan krijgen ze gebak van Dorgelo. Ja, daar hou ik hem wel aan. Ja. Dat gaan we zeker doen. Ja, dat is echt het mooiste. Ja, dat zijn leuke complimenten met z'n allen. En een compliment dat er vandaag ook zoveel mensen zo geïnteresseerd zijn en langskomen. Ja. Dat is ook een heel mooie compliment. Maar Nico, jullie zijn het oudste bedrijf van de gemeente Hardenberg. Ja, dat hoorde ik gisteren, ja. Ja. Ik weet niet wat ik er allemaal op zeg. Ik krijg van alle kanten inderdaad allemaal feitjes. En ik vind het is gewoon heel bijzonder. Je laat het gewoon over je heen komen. Het is zoveel. En we hebben een album met alle oude foto's en beeldmateriaal van tantes gekregen. En nou komt alles echt op zijn plek. En dan heb je er echt een beeld bij. En dan besef je pas eigenlijk hoe bijzonder het is dat je dat nog mee mag maken. En dat het nog steeds bestaat. Dat mensen ons nog steeds opzoeken om de producten te blijven kopen en waarderen. Ja, dat maakt je super trots. Ja, echt. Dan zeg ik op naar de volgende 175. Naar de 200 jaar. En dan hoop ik hier weer te staan. Alleen dan met een dochter of een zoon. Zal mooi zijn. Ja, ik zei 175, maar laten we eerst maar naar de 200. Laten we eerst maar even rustig doorgaan inderdaad. Kijken waar we nu staan en dan hopen dat we over 25 jaar elkaar weer kunnen feliciteren. Zal mooi zijn. Ja, bij deze allemaal van harte gefeliciteerd. Super bedankt. Heel mooi. Dank.